Dit is Tegengif. In dit online programma gaat Ad van Nieuwpoort in gesprek met bekende en minder bekende stadsgenoten, gemeenteleden en tieners. Over hoe zij de tijd waarin ze leven ervaren. Tegengif gaat over hoe wij elkaar hoop en inspiratie kunnen bieden. In deze moeilijke, verwarrende, maar soms ook bemoedigende tijden. Wij zitten thuis aan de tafel bij Huub Oosterhuis. Dank je wel voor je gastvrijheid, Huub. En, welkom. Dank je zeer. Goed om met jou te spreken. In een korte serie met een aantal prachtige gedichten van jou. Die jij zal lezen voor ons en waar we vervolgens over zullen spreken. En in deze eerste uitzending zou ik heel graag meteen in het diepe willen springen met het gedicht Ben van religie niet. Hmm. Daar ben ik gewoon heel benieuwd naar wat jij daarover wilt zeggen. En het verheugt ons zeer dat jij ons een blik in jouw ziel gunt. Zou je hem willen lezen? Ben van religie niet. Ben van religie niet. Heb wel de stem gehoord van het bevrijdingsvisioen dat gloedrood in de Joodse Bijbel staat geschreven. Gelijke rechten op geluk, de zachte krachten van de solidariteit, genade brood voor ieder mens, uittocht uit alle vrede slimme martelende slavernijsystemen ooit en steeds opnieuw bedacht. De stem die dit tot mijn geweten spreekt, is God voor mij. En als ik zing, uitzinnig ingetogen, in eigen zielentaal of Bach aanhoor, het gaat over dit, die God alleen. En verder godsdienst geen. Dank. Wanneer heb je dit geschreven? Dit is in de bundel. 2016, ja. Een jaar of 5 geleden. Dat is een heel recent gedicht eigenlijk. Ja, betrekkelijk, ja. Zou je kunnen zeggen dat dit eigenlijk jouw hele werk ongeveer samenvat? Nou ja. De kern. Ja, de kern. Ja, de kern. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Want dat is natuurlijk het opmerkelijke, als het gaat over Bijbel, als het gaat over God, dan denken mensen aan religie, dan denken mensen aan godsdienstsystemen, aan dogmatiek, aan het hiernamaals en allemaal dat soort zaken. Of verzoening. Ja, bijvoorbeeld. En dit is een heel ander verhaal. Ja. Hoe ben jij dit op het spoor gekomen, dit andere verhaal? Ja. Dat weet ik niet zo precies hoor, hoe ik tot op het spoor ben gekomen. Mijn eerste dichtbundel uit 1960 heette Uittocht. Ja, ja, ja. Dus ik was toen al gefascineerd door het grote uittochtverhaal dat ik helemaal gelezen heb. Exodus, ja. Ik studeerde filosofie en ik had mijn buik vol van Heidegger en dat soort gozers. Seinsvergessenheit, Sein zum Tode. En dan was God ook nog dood, volgens Nietzsche. Nou ja, ik voelde me daar niet in thuis. Kwam Psalm 114 tegen. Help even. Zo, ja, dat is die psalm over
een god die rotsen verandert in bronnen en vijvers, stenen in water. Hè? Ja, dat, ja, ja. En een uittochtpsalm, duidelijk. En ik dacht, ik moet dat hele boek toch maar eens gaan lezen. Dat, ja. dat was er nooit van gekomen natuurlijk. Want de filosofie ging voor. En ja, toen ja, heb precies, ik het boek ja, ja. Exodus gelezen. Ja, ja. En ik snapte daar driekwart niet van. Maar ik vond het wel zo spannend. Ik las het als het ware met Egypte op de hielen. Ja, ja, ja. En wat is dat verhaal van Exodus voor degene die nou... Ja, dat is een bevrijdingsverhaal. Ja. Hè? Dat ja. is het verhaal dat het de kinderen van Israël, zo staat het er. Hè? Ja. Dat zijn de mensen van Israël, het volk. Ja. Die werden zwaar onderdrukt. Die moesten... Die hadden een harde dienst. Die moesten tichels sjouwen en meebouwen aan de piramides en zo. Hmm. En ja, dat volk werd opgeroepen door Mozes om uit Egypte te vluchten. Daar komt het op neer. En ja, dat deden ze dan. Ja. En daar gingen ze. En daar gingen ze de woestijn in. En daar was geen water. En dan liepen ze 3 dagen. En dan kwamen ze bij een meertje. En dat water wat bitter. En dan werden ze opstandig. Heb jij ons uit Egypte weggevoerd om ons in de woestijn te laten sterven? Ja. Dat soort nummers. Ja. 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 En dat ging in allerlei varianten dus door, dat hele boek eigenlijk. Met als hoogtepunt natuurlijk dat gouden kalf, die scène. Ja, ja, ja. Nou ja, goed. Jij ging dat lezen. Ik ging dat lezen en ik snapte dat niet zo goed. En, omdat het zo haak stond op die filosofie waar je mee bezig was. Ja, helemaal. Het was een totaal andere wereld die hele, openging. Een hele andere wereld. Ja. Maar het bleef me wel bij. Maar ook de vragen bleven me bij. Nou, er zijn jaren overheen gegaan. Ik heb in Groningen Nederlands gestudeerd. Daar ben ik begonnen met liedjes te maken. Maar die hadden aanvankelijk nog niet zoveel te maken met de Bijbel. Stukjes evangelie ja. verwerkte ik daarin, maar dat was dan ook alles. Nou, en toen werd ik benoemd in Amsterdam. En toen kregen we in die studentenecclesia, na een jaar of 7, het probleem voorgeschoteld dat... Een van onze collega's wilde trouwen. En dat zou betekenen dat hij. Dat hij weg zou gaan uit het team. Dat zijn ambt zou worden. Uit het ambt zou gaan. Ja, 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 dat zo. Was de gewoonte. Ja, ja. En wij hebben ons tegen die gewoonte verzet. We hebben gezegd: je gaat niet weg. Je blijft erbij, gewoon. Dat wou hij ook. En. Wij zijn gaan onderhandelen met de bisschop van Haarlem. Ja, ja, ja. Maar dat liep op niks uit. En de kardinaal bemoeide zich er ook mee. Die sprak definitieve woorden. Het zou niet gebeuren. En Rome vond het niet goed en dat soort dingen. En toen hebben we gezegd, nou ja, dan gaan we maar buiten verantwoordelijkheid van de bisschop. Ja. Verder, dat kon natuurlijk niet. Kerkrechtelijk kan dat niet. Maar ja... Jullie deden het. We zeiden, dat gaan we dan toch doen. Hm. En 95% van de gemeente stond daarachter. Hm. En
Het werd een uittochtverhaal. Dat was een uittocht. Ja. Ja. Intussen had ik ook besloten om te trouwen. En die andere jongen die haakte af. Mm. Dus het kwam een beetje bij mij op mijn bord allemaal. Een jaar later, in 70, ben ik als gehuwd man... Ja. Voorgegaan in de Eucharistie. En dat was absoluut over alle grenzen heen. Ja. Dat je misschien nog eens een preekje zou mogen houden, dat was dan nog tot daaraan toe. Overigens vonden ze dat ook niet goed. Mm-hmm. Maar die Eucharistie, dat was natuurlijk... Ik werd toen bedreigd door mensen die me van het altaar zouden sleuren, weet je wel. Zo, dat soort dingen. Enorme strijd geweest. Ja, dat was een hele heftige tijd. Waar haalde jij het lef vandaan om zo dit te doen? Want heel veel mensen hadden dat waarschijnlijk gedroomd, wilden dat eigenlijk ook heel graag, maar deden het niet. En jij deed het. Ja, maar ik had natuurlijk wel de tijd mee. Hm. Er waren tientallen priesters die uittraden. Ja, precies. Ja. En er waren er veel meer nog die zeiden, ja, maar er moet een gehuwd priesterschap komen. Ja, en dat is doodgewoon. En dat was geënquêteerd ook. Mm-hmm. Op notabene, op last van Alfrink was dat geënquêteerd. Wetenschappelijk onderzocht. En de meerderheid van de katholieke bevolking vond van dat. Nederland vond dat. Hè? Ja, 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 ja. Geloof dus dat scheelt wel, hoor. Ja, ja, ja. Hoewel het het langzaam ging, ook in de publiciteit. Maar goed, dat voorgaan in de Eucharistie, dat kostte ons de aanstelling als studentenpastor, dus... Je kreeg geen salaris meer. Ja. En we werden uit die kapel waar wij bij elkaar kwamen van het Ignatius College. Ja. Daar werden we uitgezet. En we trokken dus naar de Amstelkerk. Ja. Ja. En daar ging het verder. Hm. En we waren toen in 71 beland. Ja. En ik had toen het idee, ja, dan moet iets nieuws gebeuren. Dit hebben we nou gehad. Mm-hmm. Hoe nou verder, hè? Ja. En toen kwam ik op een feestje, eind 1970, kwam ik Yehuda Ashkenazi tegen, de rabbijn. Ja. En dat klikte meteen. En na afloop van dat bezoek heb ik hem gebeld en gezegd, kan ik bij jou komen leren? Ja. En ja, zei hij, dat is goed, kom maar. Dinsdag. Dat bleef het hele jaar dinsdag. Dan ging ik naar Hilversum en dan kwam ik binnen en dan zei hij, nou, vraag maar. Ja, fantastisch, ja. En dan de eerste vraag die ik hem stelde. Ja, ik ben benieuwd naar. Dat was, er is een psalm en die begint met de woorden, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Hm. Wat betekent dat nou? Is dat een... Wie is dat, die dwaas? Is dat een filosoof die niet... Nou ja. Toen zei hij, ga maar zitten. En ik had een Bijbel natuurlijk bij me, hij ook. En toen zaten we zo. En zei hij, en dan... Nou, dan sloeg hij het Elia-verhaal op. En dan las hij... De wijngaard van Nabot. Ja.
En dan legde die me uit wat de waas was. Ja, 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 geweldig. Aan de hand van die verhalen. Aan de hand van die verhalen. Ja, ja. De hele Bijbel door. En dat was je helemaal niet gewend, dat op die manier. Nee, nee, ik wist dat niet ook allemaal. Ik kende die verhalen niet. En, nee, nee. En zo ben ik in die Bijbel gekomen. Ja. En dat, daar zit ik nog steeds in. Ja. Te zoeken en te. Maar van hem heb ik ook geleerd dat het meest centrale verhaal van de Bijbel, het verhaal van de bevrijding is. Ja, ja, waar je mee begon eigenlijk. Ja, ja. Dus dat komt terug in dit gedicht. Maar dat is dus ook, dat betekent dus die Bijbel maakt je eigenlijk heel kritisch ten aanzien van dat hele religiesysteem. Ja. Dat is dus wat er gebeurt. Dus dat gebeurde heel concreet in jouw situatie. Ja. Jij ging dingen doen die eigenlijk niet konden volgens de regels van de kerk. Wij braken eerst met die religie. Ja. Daar komt het op neer. Ja. Hè? Ja. Ja. En toen wisten we even niet hoe het verder moest. En toen was die... Ja, dat gesprek over die Bijbel heeft mij opnieuw op mijn benen gezet. Dat gaf je de inhoud, de grond onder je voeten. Ja. Je kreeg nieuwe grond onder de voeten eigenlijk. Ja, een nieuwe grond. Zo, ja. Want dat is natuurlijk, hè, heel veel mensen denken, Bijbel, dat is toch religie? Maar je komt dus iets in de Bijbel op het spoor dat eigenlijk zich heel kritisch verhoudt tot die religie. Ja, eigenlijk is het een politiek statement. Ja, precies. Ja. Want dat zeg je natuurlijk hier ook, hè? Uittocht uit alle wrede, slimme, martelende slavernijsystemen. Ja, die zijn er nog altijd, hè? Die zijn er nog altijd, ja. Ja, de wereld is er vol van. Ja. Ja. Dus het is een bloedactueel verhaal. Ja. Ja, en daarom staat het ook gloedrood in de Joodse Bijbel gezegd. Ja, ja, precies. Maar dan zeg je, de stem die dit tot mijn geweten spreekt is God voor mij. Ja. Dat is natuurlijk een enorm ding, God. Als het gaat om de religie. Ja. Hè? We hebben allemaal, nou, God, onze hele metafysische systemen zijn daarop gebaseerd. Het is een heel ander soort God, komt hier tevoorschijn. Ja. Ja. Bevrijder God, hè? Ja. Zoals hij genoemd wordt in de Bijbel. Ja. Die komt hier tevoorschijn. En het geloof in die God betekent dus dan eigenlijk ook een afscheid. Ja, een afscheid. Ja, een moeizaam afscheid. Ja, ja. Moeizaam, in welke zin? Ja, toch wel. Religie is... Ja, daar kom je vandaan. Hè? Ja. En dat zit ook in ons... In onze genen en in ons bloed. En dat is nou helemaal zo. Een mens is een religieus wezen. Ja, dat zeggen ze dan. Hè? Ja. Ja. En... Ja, dit is daarmee in tegenspraak. Ja. En hoe, want nou ja, dat is, zo is het begonnen. Dit heeft je hele leven begeleid. Dat is te beluisteren in alles wat je geschreven hebt. Enorm omvangrijk oeuvre kom je voortdurend dit spoor tegen. Is dit, zou je kunnen zeggen, de grond waarop je bent gaan staan? Ja, dit is de weg geworden. Ja. Van toen af. Ja. Ik heb anderhalf jaar met Ashkenazi hier opgetrokken. We zijn altijd vrienden gebleven, maar niet in die lernsituatie. Maar ik heb ook heel veel geleerd van Ton Veerkamp. Ja. Ja. Vriend vanaf de middelbare school. Ja, en, in Berlijn werkzaam onder... socialistische jongens en meisjes. Ja. En die heeft die Bijbel vanuit een politiek engagement en naar een politieke toekomst toe gelezen. Ja. En maar dat ben je ook helemaal gaan doen. Dat heb ik van hem meegekregen. Ja. Hè? Ja. Ja, dat, ja. Ja. En tegelijkertijd in jouw oeuvre zit natuurlijk ook heel erg dat politieke. Hè? Dus je wordt voor een beslissing gesteld. Het gaat ergens om, de stem van je geweten enzovoort. En tegelijkertijd
zit daar natuurlijk ook, ja, dat, ik hou niet zo van dat woord, maar ik noem het dan toch maar even zo, iets heel spiritueels. Dus ook in die liederen, daar word je in meegenomen. Je, het is niet alleen maar een politieke attitude, maar het is wel, je hele ziel wordt wel meegenomen. Dat, als, ja. Dat is wel uniek aan jouw oeuvre, denk ik ook tegelijk, die combinatie. Ja. Kun je dat zeggen? Ja, je zou kunnen zeggen dat daarin de religie doorwerkt, toch? Ja, ja, het ja. Religieuze. Ja, precies. Ja, ja. Maar religie heeft ook veel te maken met rituelen en spel. Hè? Ja. Een voorbeeld van religie. Dat is dat als je nu de trein pakt naar Maastricht en je loopt daar even van het station naar de binnenstad, dan sta je met je neus voor de Maria-basiliek. Ja, ja. Ik heb daar menig keer gepreekt. Ja, ja. En die Maria-basiliek heeft een kapel naast zich, naast de ingang. En daar staat een zwart beeld van Maria. En daar worden honderden kaarsen per dag gebrand. Ja. En het is echt. Ik begrijp er helemaal niks van. Tenzij dat het komt uit verre eeuwen. En dat het natuurlijk een tableau is binnen het grote Maria-verhaal wat al begint in de eerste eeuwen van onze jaartelling. Ja, ja, ja. Dus dat begrijp ik, maar dat mensen boodschappen hebben gedaan en dan neerknielen en een kaars opsteken, ik heb het ook wel eens gedaan. Zou je het nu nog doen? Ik zou het nou niet meer doen, nee. En wat is er dan in jou dat je dat niet doet? Ja, ik vind dat ik me dan te veel identificeer met een verhaal en een beleving die ik niet heb zelf. Nee, nee, nee. Zoals ik ook niet mee kan doen aan carnaval. En dat lijkt een beetje op elkaar. Want als dat Maria-beeld door Maastricht wordt gedragen, ja, met vaandels en bloemen en liederen en gedoe. Nou, dat lijkt op een carnavalsoptocht. Ja, 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 ja. Dus dat zijn levensgebieden die, ja, die de Maastrichtenaar niet weg kan denken. Mm. En ook trouw blijft. Dat is gewoon zo. Dat, maar goed, dus je, er is op een gegeven moment voor jou ook een hele letterlijke uittocht geweest. Met alle gevolgen van dien, wat ook direct van invloed was op jouw hele zijn. Ja. Je moest het helemaal zelf gaan opbouwen met de huizen en dingen die je bent gaan doen. Ja. Ben jij veel vrienden ook daardoor verloren? Door de keuzes die jij toen gemaakt hebt? Ja, ik ben veel contacten, vrienden, halve vrienden, verre vrienden, verloren toen ik uit die orde werd gezet. Ja. 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 Dat was ook wel heel beslissend. Ja. Hè? Bovendien gebeurde dat in Rome op bevel van de paus. Hè? Ja, 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 want de paus had geweend. De paus had geweend. Over wat ik gezegd had over die kerk en over de misstanden en over het. Nou goed. Dat waren spannende momenten, ja, ja, waarin je. Ja. Woestijnmomenten, zeg maar ook, zou je kunnen zeggen, met dat Exodus-verhaal ook. Dat je denkt, jongens. Ja, ja. Ja. Want heb je wel eens getwijfeld, heb je wel eens gedacht, jongens, wat heb ik allemaal gedaan? Nee. Nee. Nooit. 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 Zeker van je zaak. Dat was natuurlijk ook. Ik vond het volkomen evident dat het moest gebeuren. En dat het nu moest gebeuren. Ja. En dat wij dat moesten doen. Ja, ja, en, ja. En,
En dat vond die gemeente ook. Die gemeente is alleen maar gegroeid toen. Hè? Toen we eenmaal in de Amstelkerk zaten, zaten er 2 keer zoveel mensen. Ja, precies, ja. Dat was ook weer een historisch moment. Er was toen op de VU een beetje gelazen rond Wiersinga en Kuitert. En er stroomden dus een heleboel mensen van de VU naar die Amstelkerk. Ja. En op een gegeven ogenblik zaten er een paar professoren van de VU in het koor van de Ecclesia. Ja, ja. En werelden kwamen daar samen die daarvoor eigenlijk alleen maar gescheiden van elkaar geleefd hadden. Ja, het was ook dus ecumenisch interessant. Ja, hè, de helft van de bevolking was na een paar jaar protestant. En de katholieken wisten niet meer dat ze katholieken waren geweest en wat het voorstelde. Ja. En wij deden, wat we moesten doen. We preekten over de Bijbel. Ja. Ja. En Ton Veerkamp kwam een paar keer per jaar uit Berlijn om zijn verhaal te houden. En fantastisch. Een nieuwe beweging ontstond. Die ontstond, ja. Een bakenmat voor een hele nieuwe liturgie ook in Nederland en omstreken. Ja. Prachtig. Zo is het gekomen. Dankjewel, Huub. Dank.